Iedere plant heeft bewortelingsregulatoren, of zoals men dat noemt, auxine nodig om te wortelen. Deze auxine of bewortelingsregulatoren produceert een plant in meer of mindere mate zelf in de bladeren en groeitoppen. Wanneer een stekje is losgesneden van de moederplant, zal de auxine zich in de basis van het stekje ophopen. Laten we eens in die stek kijken. De door de plant zelf geproduceerde auxine wordt van de groeiende bladeren en groeitoppen getransporteerd door speciale transportcellen. Dit zogenaamde polair transport is naast het xyleen en phloem het derde transportkanaal in de plant. Dit polair transport gaat van cel tot cel en maakt gebruik van speciale transporteiwitten die zorgen dat de auxine boven in de cellen wordt opgenomen en aan de onderkant weer wordt afgegeven. Om dan vervolgens weer in de daaronderliggende cellen te worden opgenomen en zodoende naar beneden getransporteerd te worden. Dit polair transport van auxine gaat met een snelheid van ongeveer 1 cm per uur. Onder in de stek hoopt de auxine zich op. Wanneer het auxineniveau onder in de stek de drempelwaarde overschrijdt, zal in de stengelcellen een deprogrammering plaatsvinden. Daarna worden de cellen geprogrammeerd als wortelcellen. Meestal wordt er in de stekjes onvoldoende auxine geproduceerd. Er zal slechts een enkel worteltje gevormd worden, en sommige stekjes zullen later, of soms zelfs in het geheel niet, gaan wortelen. Een goed verdeelde beworteling rondom de basis van de stek is echter belangrijk voor de verdere ontwikkeling en gezondheid van het plantje. Wordt het auxineniveau van buitenaf aangevuld met een kunstmatig geproduceerde auxine, zoals in een risopomproduct, dan wordt het optimale niveau eerder en gelijkmatiger bereikt. De stekken beginnen gelijkmatig rondom de basis te bewortelen en zijn op hetzelfde moment gereed. Door de snellere en meer uniforme beworteling kan de kweker ook de klimatologische omstandigheden eenvoudiger afstemmen, en zo sneller een gezond en uniform gewas telen. Risopon heeft auxine in verschillende gebruiksklare concentraties, in poedervorm en in wateroplosbare tabletten. Met de tabletten maakt u snel en eenvoudig een auxineoplossing in water. Voor de verschillende toepassingen en gebruiksaanwijzingen van de Risopon-producten verwijzen wij naar de Risopon-stektabellen en onze website www.risopon.com. De omstandigheden verschillen van bedrijf tot bedrijf. Daarom is het van belang om middels proeven op uw bedrijf de optimale concentratie en vorm te ontdekken. Rizopon assisteert u graag bij dit onderzoek. Dan profiteert u optimaal van Rizopon-bewortelingsregulatoren. Rizopon voor een wonderlijk snelle beworteling.